wil ik eigenlijk zeggen, wat hebben jullie in pech gehad? Maar tegelijkertijd zijn wij echt ongelooflijk trots wat jullie hebben gedaan. We zijn echt super blij. Trots op jullie dat jullie allemaal zijn gekomen vandaag. Dat jullie in eerste instantie zoveel geld hebben opgehaald voor de voedselbank, maar ook wat jullie vandaag hebben laten zien. Ik heb niemand gehoord, een mopper, ja, applaus, mevrouw Gies, dankjewel. Dat wij ook heel erg trots zijn en blij zijn met mevrouw Burgers en mevrouw Volken en wat zij eigenlijk hebben neergezet. Natuurlijk hebben we jullie nodig gehad, maar zij zijn degene die het allemaal zijn begonnen en in werking hebben gezet. Als blijk van waardering doen ik jullie in ieder geval iets overhandigen. We kunnen niks geven om het helemaal te compenseren, maar we doen in ieder geval een poging. Dankjewel. Mevrouw Breukers, gefeliciteerd. Jongens, een bedrag van 4.500 euro. Echt super. Lisa Volker, een van de organisatoren van deze sponsorloop. Hoe is het gegaan? Nou ja, ik vind het heel goed. We waren vanochtend eerst bang dat er niet zoveel leerlingen zouden komen vanwege het slechte weer. Maar gelukkig zijn er toch heel veel leerlingen gekomen en hebben ze de route allemaal keurig afgelegd. We hebben er wel iets ingekort, omdat we dachten anders moeten ze wel heel lang in de regen lopen. Dus we hebben hem iets korter gemaakt. Maar gelukkig hebben ze hem allemaal gewoon goed afgerond en zijn ze nu allemaal vrolijk op school. Er hebben weinig leerlingen gezeurd. Dus wat ons betreft zijn we heel tevreden over de leerlingen die allemaal zijn gekomen. Hoeveel leerlingen hebben er meegedaan? Ik weet het nog niet. We hebben het nog niet per se geteld, want er zijn ook een aantal leerlingen die niet zijn gekomen. In principe hebben we rond de 590 leerlingen die mee hebben kunnen doen. Er zijn een aantal leerlingen die niet, ook vanwege ziekte, die niet zijn. Maar we hebben nog niet het echte aantal wat nou daadwerkelijk gelopen heeft. Hebben ze het geld voor de tijd ingezameld? Ja, we hebben het geld is er al. Dat hebben we voor de tijd ingezameld. Dus dat kan al overgemaakt worden naar de voedselbank. Dus die kunnen daar met de kerst al mooie dingen mee doen. Ik vond het bedrag wel heel erg mooi. Ja, dat vonden wij zelf ook. We hadden het niet verwacht. We hadden een beetje gehoopt op rond de 1500 euro. We dachten als elke leerling is 2-3 euro geeft gemiddeld. Maar dat is een stuk hoger uitgepakken. Dus dat is alleen maar mooi. Hoe komt dat? Ja, enthousiaste collega's die toch gezegd hebben van kom op, daar gaan we wat voor doen. En leerlingen die dus toch daar echt goed mee bezig zijn geweest en echt langs de deuren zijn gegaan om geld in te zamelen. Is dit voor de eerste keer dat jullie dit doen? Ja, dit is het eerste jaar dat we het doen. Dus het was ook allemaal een beetje het begin, kijken hoe het loopt. Maar volgens mij is het voor een eerste keer goed gegaan. Volgend jaar weer? Dat hoop ik. Ik denk het wel. Ik denk dat we wel weer gaan doen. Ja, moeten we even kijken. Lisa, bedankt. Graag gedaan.